gezien vanavond bij een repetitie van Hermanieke Staak Stief. We zitten midden in de zwoere voorbereiding voor de vastelavond van 2012. We zien al vanaf treuvende meend, bijna wekelijks aan het repeteren. Als je zou huren spelen, dan zou je denken, wat hebben ze al die weken gedaan, want het klinkt nog helemaal nergens. Nou, zo, dat ben ik niet meer tegen. Het zit meer over die muzikale kwaliteiten. Maar we zien ervan overtuigd dat tegen de vastelavond dat het weer als vanuit zal klinken. De luisteraars zijn het roet hoor. Ja. En dat al 23 jaar achter elkaar. Ja, voor het 23 jaar overigens. Want nu voor de tv zit ik me af te vragen, wie is het ook alweer begonnen? Nou, ik heb me rappelleren dat Stieg in 89 tegen Mies Saks. En we zaten in de tijd op het Sint-Maartens college van Jean. Ja, ik denk Jean, als je me niet zegt in Jean. Wat zou je ervan vinden even een harmonieke beginnen? We maken al een paar jaar muziek op een andere manier, maar wil toch in de titel van harmonieke gewoon beginnen? Exact. En dat was volgens mij gewoon in een pothuisje, toen we bij je zo. Nee, dat was op de Vriet of voor de PI-bar, dat weet ik nog wel. Ah, oh, dat weet ik dan niet meer. Ik wel. En sindsdien, we hebben vorig jaar inderdaad dus twee keer 11-jarig jubileum gevierd. Dat hebben we overigens gruts gevierd. 3 dagen lang hebben we dat gedaan. Van maandag tot en met dinsdag. En iedereen was uitgenodigd ervoor, gaat mijn streek. En ze zien geweest, weet ze? Ja. Toch? Volle bak. Ik vond het te gek. Weer wat goed. Ja. Je had een goede zin. En we hebben ook super gespeeld, hè? Absoluut. Alleen maar is vast repertoire, ja. Wat we kennen. Die 50 nummers. Amblant, die doen we. Door de jaren heen hebben we altijd heel speciale pakken gehad. Dus we zien muzikale fruitmand geweest. Ja. Negas. Dan heb ik nog eens banaan. Banaan. Ik was eerbis. En toen zien we een paar jaar zien we als Muppets door de stad. Muppets, dat was. Ja, dat was ik leef toen in een Kermitpak, dat mag nu absoluut niet meer zo passen. We zien een Spaanse Matador zien we. Matador is Spaans, ja. Helemaal lichamen. Ja. Roetzwart. Roetzwart. Inderdaad, thema Hemel en Eerde. Hè? Ja, exact. Top. En nu gaan we al voor het derde jaar. De voor het derde jaar gaan we doen als de soldaatjes van de Notenkraker. Ja.